Maar ook een sneeuwvlog. Ik ben net terug van opa en oma. 50 jaar getrouwd zijn ze vandaag. Vriendin kon helaas niet bij zijn. Maar binnenkort is ze erbij. Een leuke avond gehad. Ik heb bijgepraat met familie en zo. Vandaag slaap ik in Randwijk voor mijn rust. En dan kan ik nog niet zo vroeg opstaan morgen. Dus dat is chill. En morgen neem ik die tas mee. Morgen ga ik naar Wageningen toe. Super chill, super leuk. Lekker naar mijn kamer toe. En op FIFA spelen. We hebben een leuke avond gehad. Lekker een paar radeltjes op. Lekker bijgepraat, familie en zo. Lekker met elkaar gepraat en dat was wel prima. Opa en oma gunde echt dat oma was blij. Bij dit had het cadeau van mij en het kaart. Dus dat is mooi, dat is lief. En ja, we hebben gewoon lekker met mensen bijgepraat en ik had het gezegd. Goede gesprekken gehad en ja, voor de rest was het allemaal prima. Ik zit voor de rest goed met welke. Lekker een kamer schoongemaakt, badkamer netjes gedaan. Goed gesprek gehad, goed gesprek gehad en alles was prima in orde. Geloof gaat ook een prima relatie, gaat goed. Weer even kamer uitgepluist. Foto's plaatsen, dus niet op Facebook en Instagram zetten, omdat het ook een bijzonder ding op staan en dat het ook een beetje beter is voor mezelf dat ik het niet erop zet, omdat het misschien aan het gestolen wordt. Dat is ook wel logisch eigenlijk. Nee, een leuke dag verder gehad, goed gewerkt. Lasagne uitgezocht met mijn begeleiding en het was belangrijk dat mijn kamer gedaan was. Dus dat is belangrijk. En ja, ik ga zo lekker slapen. En ja, wel een toffe avond gehad. Eigenlijk een toffe dinsdag gehad. En ja, boodschap gedaan. Onder het budget ging ook super goed. Was weggebracht, afval weggebracht. En wat kan ik nog meer zeggen? Dat was eigenlijk wel. Dat ik nog meer moest zeggen eigenlijk, nou ja, gewoon alles gaat prima. Lekker een dag opgeschreven, lekker gewerkt. Lekker een dieren verzorgd. En een nieuw geit gelammerd. Gewoon check op Instagram, dus prima. Moet ik nog meer zeggen? Nou ja, ik heb best wel een goed weekend gehad. Goed Pasen gehad. Foto's en video's check op Instagram, Facebook. Top. Zometeen mensen beantwoorden op WhatsApp. En ga eens lekker slapen. Mijn broer zit samen ook hier op de Randwijk. Dus dat is gezellig. En ja, het gaat allemaal. Het gaat gewoon voor rest op met piek en dalen. En mijn hamstring is als deze kant in de been. Hamstring spiertje verrekt. Het duurt nog een paar weken en dan kan ik ook weer volop of ergens gaan opbouwen met sporten. Dus dat gaat ook allemaal prima. Ja, ik heb opa hand gegeven, de hele familie. Even iedereen langs geweest in de kamer. Het was goed 20. 25 man in de kamer, dus dat is wel gezellig. Ik ga het voor afsluiten. Ik wens je een hele fijne avond. Het is een korte vlog, maar ik heb ook niet verder niet echt veel te melden. Ik heb net in de auto mijn broer Damascus Hip-Hop zitten luisteren. Was heel gaaf en heel fijn. Hele mooie tekst ook en lekker tot rust gekomen. Lekker emoties laten gaan, dus dat is wel fijn. En ja, dat is een beetje wat ik over vertellen. Morgen en te frissen moet ik aan frisse fruitig zijn er weer. Dus zeggen, hele fijne dag allemaal, fijne avond allemaal. Goedenacht, tot rusten en zie ik me voor een video. Vergeet niet te abonneren op het kanaal, duim op video, als je het leuk vindt. Zie ik me voor een video. Oh, en hier gaan we door. Nou, alles verder goed. Voel me eens een beetje wel redelijk fit en zo. Dus een pak, overhemden, vest, truien, kleren. Vanavond, goedenacht, tot rusten. Tot ziens.